Het behouden van de cultuur onder de Javaanse gemeenschap is belangrijk, zodat ook de volgende generatie de informatie kan krijgen, zei minister Brontosu Mohadjo van Binnenlandse Zaken vandaag tijdens de tweede nationale viering van Sasisura, het Javaans nieuwjaar. Sasisura staat in teken van het reinigen van het lichaam en ziel, omdat beide één geheel vormen. Het doel is om al het negatieve te verbannen middels geestelijke voeding. Somohadjo stelt dat deze dag bijdraagt aan cultuurbehoud en niet onderschat mag worden. Cultuurbehoud is uitermate belangrijk. Als je niet weet waar je vandaan komt, zal je ook nooit weten waar je naartoe gaat. Dus de taal raken wij al bijna kwijt. Heel weinig van onze jongeren kennen de taal. Dus wij als partij willen dat ook weer oppikken. Leer je taal, leer je gewoontes, leer je zedes. En ieder, dat is het unieke van Suriname. Iedereen heeft zijn eigen cultuur. U heeft een andere cultuur, ik heb een andere cultuur. Dat maakt mijn cultuur niet beter of slechter. Dat maakt het alleen maar interessanter. Maar als ik mijn cultuur niet kan overdragen aan u of u aan de mijne, dan zitten we in problemen. Daarom doet de bewindsman er alles aan om vanuit zijn ministerie de bewustwording te creëren over cultuurbehoud. Dit zal meewerken aan het leggen van een goed fundament voor de toekomst. Minister van Binnenlandse Zaken, daar is religie. De religie valt daaronder. En middels religie proberen we de saamhorigheid te versterken, dus ook de cultuur aan te moedigen. Door middel van verschillende culturele opvoeringen werd verder getracht om alle delen van de Javaanse cultuur te belichten.